Het is verrot slecht weer, maar voor deze film is het geweldig weer. Oké, deze auto's mogen even allemaal doorrijden. Een van de belangrijkste scènes wordt achter mij opgenomen. De ontscheping van Duitse krijgsgevangenen. Die komen aan wal in Drimmelen en daar worden ze uitgejouwd door de plaatselijke bevolking. En uiteraard, na jaren van onderdrukking door de Duitse bezetter, zetten zij het volkslied in. Het is zo mooi om te zien hoe je, als je 3, 4 jaar bezig bent, eigenlijk helemaal alleen, bij nul beginnen. En niemand gelooft erin dat het ooit zou zijn zoals het nu is. Ja jongen, dat is fantastisch. Dat is alleen maar mooi. Hoopte dat hij bij de première kon zijn en er helaas dus nu niet meer bij kan zijn. Dus laten we dat respect in ieder geval meenemen. Het is een boeiend verhaal. Ik speel Frank. Aan de hand van Frank die zijn zus insuline tekort heeft. Een jongen die voor zijn zusje naar de overkant gaat varen om medicijnen te halen. Gaat naar Drimmelen toe en die maakt van alles mee. Ja, met zijn kano steekt hij over van Drimmelen naar Werkendam. Hij komt bij de Linecrossers, hij komt bij binnenlandse strijdkrachten, bij Poolse soldaten. Hij komt ook bij de Duitse soldaten, hij wordt gevangen genomen. Hoeveel draaidagen hebben jullie er inmiddels al op zitten? Wij hebben er nu 6 op zitten, we hebben er 8, dus we zitten nu in draaidag 7. Even daar even allemaal op pakken, even een beetje bevallen. Ja, precies. Alleen het gezicht en een beetje moeilijk maken. Ik heb 6 weken op de boot gezeten, dus ik moet me eigen wat bevuilen. Ik ben wat te schoon. Je hebt een regisseur, je hebt een opnameleider, je hebt figuranten. Wat is de rol nu van Rinus Razenberg? Heel weinig. Wat ik heb moeten doen, vooral is... Dit zijn allemaal jonge mensen die door de ogen van nu kijken naar het verleden. En daar hebben ze totaal geen verstand van. En veel plezier verder vandaag. Dankjewel. Zo'n jongen die moet direct roepen van die ziet moffen. Hé, ik zie moffen. Nee, je moet dat anders doen. Mag ik alsjeblieft, weet je wel, die taal gebruiken deze mensen nog. Ja. We lopen. En actie. Wie komen daar op die première? Ja, daar komt Kroon komt daar bijvoorbeeld. En Tuinman, die mensen die de hoogste militaire Willemsorde hebben. Nog een afgezant van het Koninklijk Huis komt daar. Die hebben aangeboden om de première ter ere van Piet van den Broek bij te wonen. De koningin! Hoera!